Ik ben Hoving, Albert Hoving. Ik ben geboren 30 december 1935 in Wildervangsterdallen. De eerste oorlogs, hoe moet ik dat zeggen, momenten die ik meegemaakt heb, dat was op de Groeve. Mijn vader, die was, toen werd ik dus nog maar, moest ik nog 5 jaar worden, maar ik kan me levendig herinneren. Mijn vader die was op de Grebbeberg. Mijn moeder zat met 2 kleine kinderen en mijn derde in de buik. Ik zie ons er nog staan dat ze de Duitsers vanaf Kiel-Windewierde richting Zuid-Laren kwamen. En dat kan ik nog herinneren dat moeder zei, oh, wat zou dat worden? Pa zat op de Grebbeberg. Weet je, dat was mijn eerste herinnering. De mensen uit Groningen bij ons thuis kwamen en alles. Mijn moeder die was ook nog enkel gebroken. En dan kwamen ze bij ons thuis en dan kwamen ze heel... We waren de allerbeste mensen van de wereld. Weet je wel, vader die draaide de koolzaad voor olie voor. En moeder die de tuin en de vader ook mee. En als ze dan weer terugging met hele grote fietstassen vol. En dan zo aan de kerk in de Kloosvolle konden ze nog haast nog wuiven ze nog achterom. Totdat de oorlog afgelopen was, toen wij nog 1 keer hebben nog contact gehad. En toen was het afgelopen. Mijn vader was neutraal. Die is teruggekomen van de Grebbeberg. Dat kan ik me ook nog best herinneren. Die was dus in de agrarische sector bezig. En verder waren we helemaal neutraal. Daar kan ik je bij vertellen, hij was in het hospitaal. En wat hij daar meegemaakt heeft, dat is natuurlijk met geen pen te beschrijven. Als hij daarover vertelde, noem het zo heel veel. Maar ik ben met een enige mintje op een Grebbeberg geweest. Daar was ik eerder 1 keer met mijn vader en moeder geweest. Vader wilde er nooit veel van weten. En die had er ook niet genoten, maar die had er veel te veel meegemaakt. Ja? Dat was in verleden de 5000 of iets dergelijks. En jullie zijn er neem ik aan geweest. Maar het is natuurlijk een prachtige en hele mooie herinneringskerkhof. Ja? Daar is mijn graten met die witte dingen echt niks bij. Maar dat is die Grebbeberg, dat is zo. Maar ze waren daar eigenlijk met niks bezig. De Duitsers die kwamen erin en ze hadden niks om te... En ze kwamen er gewoon binnengebracht. En ze zijn gecapituleerd toen. En toen zijn ze naar... In Langbroek. Met de groene Damen had het altijd over. Hij was dus ook boer en er waren koeienmesters. Ossenmesters. In Langbroek, in Neerlangbroek. En dat heeft hij nog wel eens verteld. Toen, er waren altijd nog fanatieke officieren, of onderofficieren, of wat dan ook was. En dat was ook het enige wat hij er eigenlijk over die militairen vertelde. En toen was een, die zouden de jongen nog eens even drillen. En ze lagen op de koestalzolder door in Langbroek. En dat heeft hij dus meerdere maanden verteld. Dat had hij schijnbaar ook heel veel schrik aan. Toen werd er nog onderofficier of officier, dat geeft ook helemaal niks. En die werd erna gekomen, die zorgde ze hem dus hoe jongens hebben hem zo gepakt en hem op de betonvloer kapot gegooid. Ja. Dat was, die jongens hebben een beetje meegemaakt, weet je wel. Nou, en toen kwam de tijd, die paardenvordering. Nou, dat zou ik je vertellen, wie had een... Er zijn 2 paarden en er was 1 ouder en 1, ik zie het paard nog zo, een hele mooie Belgische vos met witte staart en manen, een prachtpaard. Maar als er de staart beknippen moest, dan moest ze hem naar de kribbe zetten, want anders was het levensgevaarlijk. En natuurlijk, die namen die Duitsers en die ging naar de kerk in Kloosterwolde, toen woonden we nog op Groeve, en die ging naar de kerk in Kloosterwolde en dat kan ik ook nog zo goed herinneren, op een zeker moment, ze lagen al op bed, om 11:30, komt een Duitse soldaat, of iemand kwam bij het raam, die zegt, thuis oom, oh, die peer hem weer, maar wie kent, komt geen mens in de huil onttrek bij. Hij staat door een hek, de kerk, en hoort de peer hem weer op. Hij had de huil, ze hadden de mensen van hun kaart, de huil, zei ik, het was een heel, mijn pa wist precies hoe het in mijn omging, weet je wel, een heel best paard. Maar ik kwam door de Billy Duitsers en die had een heleboel een kapot raken en mijn paard die kon hem weer opboren. Ja. In 1943 zijn we naar Kloosterwolde gegaan. En
Daar hebben we toen de boerderij gewoond. En daar vandaan, daar kan ik me van herinneren dat we naar school enzovoort enzovoort. En dat die bomen, we zijn toen, wat nou de toekomst Wieken zijn we tegen, dat er twee boerderijen van Groenwald en van Weids stonden zich neer in de middenschaft door bom, dat die in de brand stonden. En dat later, dat zie je nog als kind, dat ze die muren ontrokken met de koeien. Zo opgezet werden, dat op die stallen lagen, dat weet ik nog wel. Nou, en toen later nog een keer dat die vliegmachine bij ons op 600 meter van huis op de kop in de sloot schoot, aangeschoten. Bij de buren stond de motor tegen de achterdeur aan. En een vriend van mij, een buurjongen, en ik, we waren allemaal van die zeskantjes, die zaten aan die brandbom, van die rode ding. En door hebben we, en voor ze later gebleven ben, och, we hadden de carousel bakken voor van. En we speelden natuurlijk met, dat was je veel te mooi, die hangen in die boom, daar hangen ze, in die brandboom. En die dingen die vielen op de grond. En we hebben er altijd mee gespeeld, maar op een zeker moment is alles weer weg. Voor ze gebleven ben, maar ik weet niet, ze ben er niet meer in ieder geval. Daar ken ik me nog zo best aan. En toen is Café Robbe, en daar in Wolfsberg is ook opgebrand toen. Ook door de dezelfde vliegmachine. Ja. Nou, en toen kwamen we historisch aan. Nee, ik zeg, nou ja, toen kwam ook die ging dat eten naar Groningen, weet je wel, dat kwam toen. Nou, en toen kwamen we historisch aan op de bevrijding af, weet je wel. Nou, dat heb ik natuurlijk tot in bewustheid meegemaakt. Dat was op 13 april, 1945. En we waren toen nog niet zo oud, maar het was 180 op poten, weet je wel. En ik zie ons nog voor het huis staan. En mijn broer Jan Dent, die was ook in Wilde van Sterdam geboren. En ik zie nooit die Canadezen vanuit Zuid-Laren richting Hoogezand gaan. En er was verder niks. We stonden voor het huis en ze gingen de langs en ze wuiven bij. Was ook bij ons niet vochten of iets dergelijks. Maar gevechten heb ik nog gelukkig nooit meegemaakt. Maar toen ging ik naar Hoogezand en toen woonde een zekere van Wijk. En die had boom bij ons, bij de boerderij, gekapt. En die zat, dat was dus ook, die zat toen nog al direct in de klins met die BA's of SS'er. Ik dacht SS'er, maar het kan ook BA's zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, en die kwam direct met die carriers, wat ook waren, Chevy tanks denk ik. Die kwam terug en die behaalden die beide BA's of SS'ers, wat ook waren, op. Weet je wel, dat vergeet ik nooit weer. En toen gingen ze weer de richting Hoogezand, later werden ze naar Zuid-Laren gebracht, dacht ik. Maar eerst gingen ze weer de richting Hoogezand. En dat vergeet ik ook nooit weer bij zijn beutel. En toen kwamen ze terug en toen zeiden die tanks, in plaats van hoe ze vonden, weet ik ook niet zo gauw, zaten ze al voor met die meiden. Dat is echt zo. Dat is onbegrijpelijk, maar het was zo. En toen hadden ze inmiddels al een kampement bij Café Kielemaal begroeven, hadden ze gemaakt en door het Westzaakje. En daar kan ik me er dus heel best nog van herinneren. En verder eerst, toen, er was ook een, hoe heette die man ook, nou goed, dat geeft ook niet zoveel, even verder. En daar er was ook een NSB-boer, die had heel veel daar toen. En die had ze toen even opgeknoopt. En dat vergeet je ook nooit meer. Ach ja, nou daar werd natuurlijk thuis ook over gesproken. En of dat nou voor de gek was, voor mijn vader die was naar de Nieuwe Compagnie, tussen Kroosvolle en Nieuwe Compagnie. En dat was bij de zomerdag. En toen, als ze de lol aan hadden, bij die buren, tenminste die naaste buren van ons, waren nog 5000 soldaten, weet je wel. Maar die hadden ook dat drie meiden, dus dat was je veel te mooi. Maar in ieder geval, en dat ze dan een keer achter het huis ging staan en mijn vader kwam van Nieuwe Compagnie lopen. Het was bij de zomerdag en toen begon ze eroverheen te schieten. Dat kan ik me nog herinneren. En toen was mijn moeder natuurlijk ook benauwd. En toen is mijn vader in Schierborg, bij die tante, dat hij zei, ik weet het nou dat hij 3 dagen weg geweest is. Onder doping zijn ze dan, maar dat had natuurlijk allemaal geen zin. Maar mijn pa die had verder ook, die was 100% neutraal. Daar waren, en vooral in de Veenkolonies en hier over de Venen, en ik denk hier in Aan ook, gemeente Aanloop, dat kwam dus door de oom van mijn vrouw, die was lid van de Tweede Kamer voor de, hij had allemaal van gehoord van Dieters, Tweede Kamerlid voor de Landbouwmaatschappij. En dat was een broer van mijn schoonvader. Weet je wel, mijn schoonvader, het was, nou, ik vond het persoonlijk niet zo, maar goed, daar kunnen we niet over hebben.
Maar in ieder geval, en daardoor, en die kon een vis uit water praten, of zat er ook niet gezien. Weet je wel? Zo, dus die, dat was een gentleman. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Omdat die man hier heel veel invloed had. Het was zat ook een Tweede Kamer. Voornamelijk bij maatschappij, bij Ros van Zoningen. Ik heb die Florrie heb ik nog meerdere malen meegemaakt bij hem. Om onder andere zijn crematie. Dat was nog niet zo'n rare vrouw, hoor. Maar goed, ze traat met de grond in natuurlijk. Want het was de vrouw van Ros van Zoningen, weet je wel. En die mensen hadden ook veel capaciteit net hebben. Maar goed, dat geeft niks. Maar daardoor waren hier in de buurt, en vooral in de gemeente Anlo, heel veel mensen lid van Landbouw en Maatschappij. Ja. En daar waren natuurlijk, en daar waren die waren fanatiek en die gingen direct over van Landbouw en Maatschappij naar de NSB. Want daar, op een zeker moment gingen die mensen over naar de NSB, Nationaal Socialistische Beweging. Maar er waren net zoveel mensen die zich net even anders gevoelden. En die waren, als de Duitsers gewonnen hadden, waren ze die kant nog geflipt. En als de Nederlanders gewonnen hadden, waren ze die. En daar heb ik altijd gezegd, ja, dat heb ik ook niet van mezelf. Daar waren de KWW'ers, Kiekenbeurt Wind. Maar daar waren heel veel, veel meer als dat men ooit naar voren bracht. Maar mijn vader was geen KWW'er. Kiekenbeurt Wind. En daar waren de gros, hoor. Hij had één standpunt. En dat was heel gevaarlijk, maar dat was een hele hoop mensen helemaal niet geloven. Maar mijn vader zei, toen hij terugkwam van de Grebbeberg, hij zei, dan moet je hierover vet weten, dat heb mijn moeder ook wel eens verteld. Nederland is gecapituleerd voor de Duitsers. Wij zijn nu afhankelijk van de Duitse wetten en niet meer van de Nederlandse wetten. Iedereen die er tegenin gaat, die geeft zichzelf aan en die neemt zelf een risico. Dat was mijn vader zijn standpunt. En daar heeft hij ook naar geleefd. Toen in de tijd. Hij was nog een jong kerel, ja, maar niet zo. Die zou nooit naar een ondergrondse gegaan zijn. Nooit. Hij zou nooit bij de NSB geweest zijn. Nee, daar heb ik heel veel van geleerd.